post-Georges Ulte-periode is het niet minder rustig geweest. Toch heeft interimtrainer Dominique Vergoosen het gevoel dat hij de zaak wat meer onder controle heeft. Overal gebeurt iets, ook bij ons, dat is zo. Alleen, ja, hoe belangrijk maak je dingen die eigenlijk niet belangrijk mogen zijn? En ja, dat is waar wij proberen te zoeken naar een oplossing van. Ja, niet te veel dingen daarover zeggen, wel even aanstippen bijvoorbeeld. Voor een training heel even kort, dit, klaar en we gaan trainen. Dus hou dat vooral zo klein mogelijk, denk ik. Merk je dat die groep daar goed mee omgaat? Ja, ja. Ik merk wel dat de groep daarin dat fijner vindt dan dat hele uitgebreid en overal over gesproken. Ze hebben ook zoiets van, jongens, laat ons dan gewoon voetballen. Want het gaat uiteindelijk om resultaat. Te beginnen morgenavond thuis tegen FC Utrecht. De nummer 15 van de ranglijst met ook slechts 2 punten. Ik denk wel dat die jongens een fris revanchegevoel hebben. Bewetende dat we natuurlijk tegen Utrecht geen makkie even krijgen. Want ja, die hebben alweer, ik geloof, heel Nederland leeggekocht ondertussen. En ja, dat geeft wel weer een bepaalde invloed op zo'n groep. Maar die groep van de andere kant denk ik ook weer, als we die nou pakken, nou, dan zijn we op de goede weg. En dan is eigenlijk het enige wat in dit soort situaties helpt, winnen. Ja, resultaat, ja. Een goede wedstrijd is niet eens zo heel spannend als je maar punten pakt. Vrijwel iedereen is fit in de selectie van Fortuna Sittard voor het duel met FC Utrecht. De nieuwste aanwinst, Mbalo, overgenomen van Benfica B, moet nog speelgerechtigd worden. Maar dat kan in de komende uren gebeuren. Zoals Fortuna ook de transfervrije Özyakup wil presenteren. Die in het verleden speelde voor Feyenoord, Beşiktaş en nu zonder club zit.